Goedenavond Katja, stel jezelf eens voor. Ik ben Katja, ik ben 31 jaar, ik kom uit Sint-Gilles-Waas en ik ben mama van 2 kleine kindjes. Je ziet er een beetje de meest excentrieke uit, dus mama van 2 kindjes. Je bent ook alleenstaande mama, heb ik vernomen. Lukt dat een beetje om alles te combineren? Ja, dat lukt eigenlijk perfect. Op de duur heb je een bepaalde structuur waar je eigenlijk gewoon niet meegaat als mama. Nu, zoals ik zei, excentriek. Je hebt heel veel piercings in het gezicht en ook heel veel tatoeages. Vertel ik je wat meer over je piercings. Ik zie piercings eigenlijk als sieraden. Het zijn die vertegenwoordigen eigenlijk wat ik mooi vind. Dat vind ik een bepaalde kunst hebben, een piercing. Bij Mrs. Glamour doen ze er ook niet moeilijk over je piercing? Nee, helemaal niet eigenlijk. Dat is ook glamoureus, hè, een piercing. Glamour wil zeggen, hele tralala. En... Je tattoos, is er iets wat je daarover wil vertellen? Ik heb vernomen dat alles wat betekenis geeft, vertel ik je. Ja, mijn tattoos hebben allemaal een betekenis. Mijn arm bijvoorbeeld, dat is de meest opvallende, denk ik dan toch wel. Dat is eigenlijk mijn levensverhaal. Kort samengevat, hoe dat ik het zie. En mijn interesses zitten daar ook in verrukt. En dan heb ik ook een tattoo op mijn borst. En dat is de kus van mijn beste vriendin, die ik al 17 jaar ken. Dus elke tattoo heeft eigenlijk echt wel een betekenis. De tattoos zijn ook iets wat emoties bij jou losbrengt, hè? Ja, inderdaad. Heel veel emoties. Nu, ik wens jou alvast een fantastische periode toe. Zie je het zitten? Ik zie het volledig zitten. Dan zou ik zeggen, op naar juni en heel veel succes. Dankjewel.